Bosker verdedigt het doel van FC Twente. Hilgerink, Gruijts, Karnebeek en Jeroen Heubach vormen de verdediging. Heubach dus in de basis en dat komt omdat Ter Hag is geschorst. Van der Laan, Peiremans, De Witte en Ter Avest te spelen op het middenveld. En Scott Booth en Jan Fennegoor of Hesseling completeren de ploeg. Rode JC. Kalac is daar de keeper. Sender, Luipers, Volgaren en Van Haren staan achterin. Dan Shoutang en Erik van der Leur speelt, ondanks de rode kaart die hij vorige week kreeg. Hij werd vrijgesproken. En Dominic en Laval zijn de andere twee middenvelders. Voorin het Belgische koppel Peters en Van Hout. Het commentaar krijgt u van John van Vliet. Derde minuut bij de vrije trap van Heubach. Van Hout kwam ertussen. De overname via Booth. En De Witte. Mooi overstapje. Ter Avest nog en Kalac. Eerste schot op doel kwam van Ter Avest. De Leur in de rug met Booth. Booth glijdt weg. De Witte toch nog. Komt binnen door bij Van Haren. Fennegoor is mee. De Witte gaat zelf. En het is makkelijk voor Kalac. Shoutang. Goede bewegingen, Shoutang. Die laatste was net te ruim, maar hij kan het zelf herstellen. Zende. Laval in één keer, lastig, Peters. En goede redding van Bosker. De eerste de beste aanval van Roda. Was bijna raak ook. Lastig geschoten door Laval. Vreemde stuiter. En Peters moet hem natuurlijk maken. Bosker kan het nog net dicht houden. De Laan. Ter Avest. Aansluiting is er. Booth. Fennegoor. Dit was al veel gevaarlijker. De poging van Ter Avest. Van de Laan. Ja, en als niemand beweegt, leid je heel makkelijk balverlies. Weer Van de Laan. Ingeleverd in de breedte bij Van Hout. Dominic. Ook die moet wachten. En kiest dan voor Laval naast hem. Voorzet Laval. De Peters naastgekopt. Diepe bal op De Witte. Van Haren is mee. Goed gedaan door De Witte. Die hier een herkansing op een presenteerblaadje krijgt. Van afstand Van de Laan en Kalac. Een opleving. In de wedstrijd. Waarin het tempo laag is. Van de Laan en Kalac. En twee keer. Booth. Helemaal vrij. Omdat Van der Leur aan de zijkant was. En De Witte. Goeie bal van De Witte op Fennegoor of Hesseling die hem naast kopt. Nonchalante ingooi van Van Haren levert Twente weer balbezit op. Nu kan er wel eens gevaarlijk worden ook. Met Booth. Zende met twee benen vooruit. Vrije trap. Voor Twente. Precisie is gewenst. In de 37e minuut bij de vrije trap van Twente. Op 17 meter. Peremans. Laat het aan. Van der Laan. En die gaat rakelings via de paal naast. Goeie vrije trap van Van der Laan. Kalac niet, de paal wel. Laval ging de diepte in, dat zag Van der Leur goed. Voorzet Laval, Shoutang. Raakt hem helemaal verkeerd. Het blijft net zo slordig als in de eerste helft. En in één keer dan Van der Laan. Kalac uit positie 1-0. Kalac doet het zichzelf aan. Slechte trap van Kalac. Zo in de voeten van Van der Laan. Die weet waar die bal vandaan kwam. En die doet dit zuiver, goed, rustig. En dan is het 1-0 voor Twente. Luipers. Te kort voor Van der Leur. Twente lijkt de smaak te pakken te hebben. Hier Fennegoor of Hesseling, achterlangs kruisen, Kalac lost
En 2-0. Penalty, nee. Gewoon Vennegoor of Hesseling. Maar Bossen keurt hem niet goed. Maar waarom? Hier is Kalac. Die heeft hem niet vast. Dus profiteert Vennegoor of Hesseling. Dan pakt Kalac hem nog. Maar niemand doet hem nog wat. Maar de goal telt niet. De vrije trap van Peremans. Met Vennegoor of Hesseling. Dat is eindstation. Draaien, schieten. In het zijnet. Wessel. Net ingevallen. Terug op Van der Leur. Peters. Aardig gedaan van Wessel. En Peremans bijna in eigen doel. Roda wil kosten wat kost nog een punt. Vrede gebaard naar Van der Leur. Gooi hem maar op mijn hoofd. Peters over. Niet zo goed getrapt door Bosker. Vrede dan. De goal is leeg. Maar is er nog iemand? Ja, Chutang 1-1. En zo heeft de wissel van Vergozen succes. Want invaller Vrede bereidt hem voor. Even kijken. Chutang is op tijd. En dan is de koud kuntje. Vennegoor of Hesseling. Nog altijd Vennegoor of Hesseling. Van der Meijden. Booth is achterin. In de ruimte bij Ter Avest. En Kalac niet. Weer lost hij. En nu telt hij wel van Vennegoor of Hesseling. Booth. Niet zelfzuchtig. Klaargelegd voor Ter Avest. Kalac dan half. Vennegoor of Hesseling helemaal. En Twente op 2-1. Hij heeft geen prettige avond. Vrede. Klaargelegd. De Zaffarin. Afgelegd op Chutang. Peters. Van Dessel in de handen van Bosker. Hilgerink. Goed er overheen gelegd op Grujic. Die naar is doorloopt. Vennegoor of Valgaren. Vennegoor weer aan de grond sterk. En hij net niet. En zo blijft het 2-1 voor Twente. Dat daar een hele belangrijke stap doet op weg naar Europa.